Jip, je bent in ieder geval een van de founders van Common Easy. Ja. Vertel eens, wat is het? Common Easy is een platform, een tool, die wil dat mensen gaan stoppen met verzekeren en dat ze het zelf gaan doen. Omdat wij denken dat het heel leuk is om elkaar te helpen, maar vooral ook dat mensen gewoon echt wel flink geld kunnen besparen om het zelf te doen. En we richten ons nu heel erg op ZZP'ers die zelf hun eigen vangnet moeten organiseren als ze ziek worden. En dat doen we nu, dat gaat best wel goed. Mensen zijn heel enthousiast. En ja, dat is Common Easy een beetje in een notendop wat we nu aan het doen zijn. We zijn ooit begonnen met smartphones van onze vrienden, 6 jaar geleden. Omdat ik toen een iPhone 3GS had gekocht. En Hippe shit. ja, ik was toen ook al een innovator. Die iPhone die had een nieuwe waarde van €840. En ja, ik wou hem wel verzekeren, want ja, ik ging vaak uit en ik dacht, dan heb ik dat ding bij me, dus ik loop wel een risico. Maar ik vond een tientje per maand, dat vond ik eigenlijk te veel geld. En ik ging het allemaal eens narekenen en toen dacht ik van, nou, dat moet toch anders kunnen. En toen op de Universiteit Utrecht deed ik een minor sociale wetenschappen naast mijn studie economie. En daar kwam ik in aanraking met de strength of weak ties. Dus hoe mensen netwerken gebruiken om bijvoorbeeld een baan te vinden. En ik zat eigenlijk toen met die netwerktheorieën allemaal te spelen van, ja, wat kan je daar nou eigenlijk allemaal mee? En eigenlijk die twee incidenten bij elkaar bracht me op het idee van, ja, wat als zelfverzekeren nou net zo makkelijk is als een foto delen op Facebook. En dat je het zelf kan en dat je baas kan worden over dat eigen geld. En dat je geen premie meer hoeft te betalen. En ja, dat sluit gewoon heel erg aan hoe ik als mens wil leven. Ik wil niet afhankelijk zijn van grote financiële instellingen. Ik werk graag hard, maar wel voor dingen waar ik in geloof. Of voor mezelf, of waar de mensen van om me heen beter van worden. En niet de financiële industrie, wat mijn grote boeman is. Ja. Want het is concreet, het is een soort van verzekeringsproduct. Ja. Waarbij je dus via je netwerk jouw verzekeringen eigenlijk zelf opzet. Ja, het is eigenlijk geen verzekering. Het is echt, je doet het echt zelf met de mensen om je heen. Dus je hebt geen polis. Wij nemen ook geen risico over. Wij helpen je echt om het zelf te doen met je vrienden of met je mede-ZZP'ers die bijvoorbeeld in een kantoorgebouw zitten als dit. Ja, maar in ieder geval, stel concreet, ik wil bijvoorbeeld de camera die je opneemt, een stukje zekerheid in hebben. Ja. Wat moet ik doen? De eerste stap is eigenlijk een account aanmaken. Vrienden uitnodigen, mensen die je al kent, die je al vertrouwt, die jij wilt helpen en zij willen jou ook helpen. En dat kan je dan bijvoorbeeld voor je camera gebruiken. Dus we gaan die camera's met onze vriendengroepen opvangen. Ik doe met jou mee. Ik kom in jouw cirkel. En Common Easy rekent dan voor je uit hoeveel je maandelijks opzij moet zetten met je vriendengroep. Dat geld blijft van jou. En als er dan, er wordt hier ingebroken bijvoorbeeld, je camera is weg en je wilt toch graag een nieuwe. Dan kan je jouw verhaal delen op Common Easy. Common Easy zet dat uit in jouw netwerk die dan jou gaat helpen om het op te lossen. En als jij dan geld nodig hebt om een nieuwe camera te kopen, dan keert Common Easy dat uit. Ja. En het is allemaal heel erg gebaseerd op, je doet het samen. Dus op basis van reputaties, van vertrouwen, van wederkerigheid. Ja. En waar ik heel enthousiast van word, dat ik gewoon zie dat mensen veel socialer zijn dan we denken. Mensen willen elkaar graag helpen. En het voelt ook het is ook leuk om elkaar te helpen. Dus als jij met je verhaal komt, mijn camera is gestolen, dan denk ik van, ah fuck, wat kut voor je. Kan ik je helpen? Misschien moet ik een nieuwe ruiter inzetten. Of ik weet nog, ik kan mijn camera lenen om dit interview op te nemen. Ja. Weet je, zo kan je elkaar veel meer helpen dan dat suffen, dat geld. Het is maar zo'n klein deel. Ja, maar ook meer, dat je ook meer gaat kijken van, hoe kun je uiteindelijk gewoon het probleem oplossen. Precies. In plaats van, van hoeveel geld hebben we nodig om andere in te doen om het te fixen. Precies. Ja, wij geloven natuurlijk heel erg in sociaal kapitaal. En dat heeft ook gewoon natuurlijk een financiële waarde. Dus als je inderdaad met je netwerk dingen zelf kan doen en daardoor die dure verzekeringsproducten niet meer nodig heeft, dan
ben je eigenlijk gek als je het niet doet. Ja, oké, dan heb je in ieder geval het idee en een visie over van oké, anders verzekeren. Ja. Waar begin je? Je hebt ook samen ook met je broer ja. ook opgezet. Ja. Alleen waar begin je en ja, ten eerste, hoe kom je ooit eigenlijk achter al die ja, de vraagstukken binnen het systeem? Ja, ik denk dat een hele gezonde combinatie is koppigheid en nieuwsgierigheid. Kijk, wij zijn echt al 6 jaar ermee bezig. En ja, we zijn gewoon met scratch begonnen. Dus we zijn, ik had het idee, ik had gewoon een plannetje gemaakt. En ja, ik ben gewoon gaan onderzoeken of er eigenlijk alternatieven zijn. Of er al voorbeelden zijn. En ja, vanuit de economische literatuur van mijn studie, ja, toen kwam ik eigenlijk al een beetje bij gildensystemen uit en bij ja, ontwikkelingslanden, die het eigenlijk al, omdat die financiële markten er niet zijn, zijn mensen gewoon aangewezen op elkaar. Dus dan gebeurt het allemaal heel informeel met families, clan, tribe structuren. Maar ja, dat hebben wij niet. Wij zitten niet meer bij een clan, maar maar ik denk dat we het eigenlijk weer een beetje gaan herontdekken. Maar heel concreet op jouw vraag van uiteindelijk waar we het gewoon meest van hebben geleerd, is het gewoon te doen. Dus we zijn uiteindelijk, heb ik op de verjaardag van mijn broertje een pitch gehouden van mijn idee. En toen heb ik mijn familie en vrienden van mijn broertje gevraagd om mee te doen. En toen zijn we gewoon eigenlijk die eerste cirkel begonnen. Dus wat deden ze? Ze maakten geld over naar mijn spaarrekening. Ik beheerde dat. Ik maakte elke maand een printscreen van een Excel waar ik in bijhield hoeveel iedereen had ingelegd. Dat zette ik in een Facebookgroep. En dat ging gewoon maand in, maand uit zo door. En uiteindelijk was er de eerste die zijn telefoon had kapot had laten vallen. En dan had ik een survey tool. Had ik gewoon eigenlijk een soort. Had ik dat hele verhaal in die survey gezet. En aan de hand van een aantal vragen en keuzeminuutjes werd die claim eigenlijk in een soort stemming afgehandeld. En ja, dat hebben we eigenlijk iets van 4 jaar zo gedaan. Gewoon met een vriendengroep op Facebook, met een bankrekening die op mijn naam stond en een enquête tool. En gewoon eigenlijk gewoon itereren en ja, feedback sessies organiseren. Dus dan ging ik gewoon met mijn vrienden pizza en bier drinken en tot 4 uur 's nachts over verzekeringen praten. En ja, de eerste ochtend dat we dat, de eerste keer dat we dat hadden gedaan, ik werd 's ochtends wakker met een kater. Ik dacht van wow, dit is echt niet normaal. Niet die kater die ik had, maar dat we gewoon tot 4 uur 's nachts met 23, 24, 25-jarigen gewoon. Ja, verzekeringen aan het hacken waren. Gewoon kijken van ja, wat is het nou eigenlijk? En wanneer help jij mij? En wanneer help ik jou? En is het dan wederkerigheid? En hoe bewaak je dat? Ja, echt super tof. En ik kreeg het gevoel van oh, ik geef die mensen iets terug. En daarom is het ook leuk. Omdat het is in één keer iets wat je met elkaar doet. Maar dan heb je wel in ieder geval een groep bij elkaar, waarschijnlijk wat hoger opgeleid, die meer Ja. dan gemiddeld Ja. nadenken over Ja. bepaalde zaken in maatschappij en in het leven. Ja, maar ik nodig ze ook uit om dat te doen. En ik nodig ze bij mij thuis uit. En ik kocht er dan pizza's en bier. En het was gewoon gezellig. Maar die avond had wel een bepaald doel, inderdaad. En ja, die vrienden die meededen, kijk, de een die twee die hadden de HKU gedaan, kunstmanagement. De andere had weer CMD, dus communicatie en multimedia design. Dus je zit al een beetje in die hoek van marketing, media. En sowieso, die generatie waar ik in zit, die is natuurlijk gewoon, ja, digital native is gewoon opgegroeid met internet. En ja, wij lopen natuurlijk continu aan een maatschappij die nog eigenlijk op andere fundamenten gebouwd is. Dus ja, dat is gewoon heel interessant als je daar enigszins in voorop kan lopen van, ja, hoe kan dat anders dan? En wat waren bijvoorbeeld een aantal dingen die uit je avond kwamen dat je dat waar je echt nou ja, blij van werd? Los van het feit dat je met een aantal goede mensen gewoon een Ja, avond over verzekering hebt gefilosofeerd. het was vaak ook echt wel gewoon lachwekkend. Want
Ik heb dan een keer in een tuinhuisje bij mij in de buurt, waar de buurt die had dan een soort buurtmoestuin. En daar hadden ze dan een woonwagen. En dan hadden we dan een barbecue en dan gingen we over communicatie praten. Maar volgens, ik vroeg ze om feedback op een logo. En vervolgens hebben ze een uur lang alleen maar piemels lopen tekenen, weet je wel. En dan moet je ook wel tegen kunnen, zeg maar, dat van... Ah, shit. Weet je, dit gaat echt aan mijn hart. En dan krijg je dat als feedback. Maar omdat het... Ja, het is ook gewoon een soort van... Ja, je doet het met elkaar. Het is een spel. Het moet ook voor iedereen leuk zijn. Ja. Maar wat de meeste inzichten is gewoon van... Wat ik nou echt concreet uit die feedback sessies heb gehaald. Ja, er zijn er zoveel geweest. En het is ook echt een proces. Dus het is heel moeilijk om echt specifiek een event aan te wijzen van oké, dat hebben we eruit gehaald. Mm-hmm. Maar ik denk het meeste wat ik eruit heb gehaald is toch... Het toe dwingen om eigenlijk gewoon moeilijke zaken makkelijker te maken. Van, mensen houden niet van om naar een soort Excel-sheet, een soort balans te kijken. En ook de woorden die je gebruikt, zeg maar. Kijk, vanuit mijn studie economie, ja, je slingert er gewoon termen in. Maar voor heel veel mensen is dat dan al gauw een soort van nietszeggend of zo. Mm-hmm. En dan wordt het al niet meer leuk om mee te doen. Ja. Dus je bent eigenlijk continu ook op zoek naar... Eigen woorden. Zoals bijvoorbeeld, eerst noemden we een probleem die we wouden oplossen met elkaar, claims. Mm-hmm. Maar dat heeft een hele echte tonatie van een claim. Ik krijg iets van jou. Terwijl dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Het is een soort wisselwerking. Dus nu noemen we het situaties. Dus dat is veel neutraler en dat betekent ook. Wij willen ook onze gebruikers niet afdwingen om het met geld op te lossen. Liever niet zelfs. We hebben liever dat we elkaar helpen. Dus zoals ik net zei, van jouw camera wordt gestolen en jij hebt nu een interview. Nou, ik leen gewoon mijn camera in vertrouwen om jou verder... Daar ben jij op dat moment verder mee geholpen dan €800 om een nieuwe camera te kopen. Want die ligt nog in de winkel. Ja. Ja, plus uiteindelijk ga je natuurlijk ook veel meer van default wantrouwen naar default vertrouwen. Ja. In ieder geval uiteindelijk ook geloven dat mensen het ook gewoon zelf op kunnen lossen. Ook is ook een stukje autonomie, dat mensen ook zelf iets kunnen. Ja, zeker. Daar is ook een groot verschil in. Ja, wij willen, dat is natuurlijk ook een beetje het mensbeeld, wereldbeeld wat wij hebben. Van, wij geloven heel erg in de zelfstandige mens, dat die ook dingen zelf aan wil pakken en dingen... En dat staat soms ook wel een beetje haaks op de cultuur die we nu hebben van, weet het allemaal, de gemiddelde focus, aandacht die iemand heeft op internet is 8 seconden of zo. Ja. Ja. En dat maakt voor comedy soms ook wel moeilijk van, ja, wij kunnen ons verhaal niet in 8 seconden vertellen. Ja. Maar ik denk belangrijk is daarna gaan kijken, hoe kunnen we gewoon user cases creëren, dat het gewoon bewijzen. Ja. Ik denk dat het uitleggen en de aandacht daarbij houden is gewoon heel lastig. Ja. Uiteindelijk als je gewoon concrete succesverhalen kunt delen, dan absoluut. Mensen snappen. Want wat is het, als je gewoon puur kijkt, verzekeren is natuurlijk een niet heel erg sexy onderwerp om te praten. Nee, totaal niet. Over het algemeen weten we ook allemaal, hè, ik heb ook een aantal verzekeringen en ik weet gewoon van ik betaal waarschijnlijk veel te veel. Ja. Maar ik ben gewoon te lui. Hè. Het boeit me gewoon zo weinig. Ja. Dat zelfs in ieder geval die misschien €200 die ik per jaar kan besparen. Niet genoeg incentive is om daarmee aan de slag te gaan. Ja. Dus op wat voor manier ga je mensen. Of zijn jullie bezig om mensen ook daar wel in te interesseren? En daarnaast, maar net zei je in het begin ook in je introductie: van oké, heel veel mensen zijn enthousiast. Maar hoe ga je zorgen ook dat je dat enthousiasme omzet naar ook echt dingen doen? Ja. Want daar zit volgens mij ook nog een behoorlijke woorden. Ja, zeker. Dus aan de kant van we zien dat... Wat ik sowieso denk dat een heel groot vraagstuk is in deze tijd... is dat zeg maar, er is een verschil tussen draagvlak en draagkracht. Zeg maar, hoeveel mensen zeggen van, oh, leuk idee waar je mee bezig bent. Maar echt concreet meedoen en je netwerk aanspreken om ook mee te doen. Dat,
dat is vaak, daar zijn we nu heel hard mee bezig om dat ook makkelijk te maken. En dat ook leuk te maken en eigenlijk ook het enigszins om te keren. Dus mensen zien het nu ook als een soort van, een gedoe allemaal, van ik moet mensen uitgenodigen. En die voelen bijna een soort van, ja, ik ben Common Easy aan het verkopen voor Common Easy, zeg maar. Maar wij willen het eigenlijk meer van, nee, het is... Je bewijst eigenlijk je vrienden een dienst, want je biedt eigenlijk aan om aan iets mee te doen, wat ze een hoop geld kan besparen, wat leuker is. En dus dat je eigenlijk, ja, je biedt ze eigenlijk aan om mee te delen in dat voordeel wat je kan behalen. En dat is iets heel anders van, hey, ik heb ook zo'n tafel gekocht, die moet je ook kopen. Terwijl ik weet van, ik krijg 10% korting op de volgende aankoop als ik jou ook zo'n tafel laten kopen. Ja, maar ik denk dat je daarin ook gewoon Common Easy gewoon veel meer moet zien als een platform, als een product. Ja, absoluut. Je nodigt mensen op Facebook uit, omdat je samen iets voordeel in het geval connecties en delen van content, in plaats van oké, ik heb een product, Common Easy, wat ik jou wil verkopen. Ja, dat is een mooie analogie inderdaad, want kijk, als jij mij toevoegt op Facebook, dan voel ik me niet, denk van, hij probeert me iets aan te smeren of zo. Ja. Zeg maar, Facebook heeft zijn waarde dat die verbindingen er zijn. Dat is met Common Easy zo. Alleen, wij hebben natuurlijk heel erg last dat, wij zijn geen verzekering, maar dat is wel het beginpunt. Dat is wel het eikpunt waar mensen ons mee vergelijken. Mm-hmm. En ik vind dat zelf eigenlijk een vergelijking tussen een paard en een vliegtuig. Dat is een bekend voorbeeld om innovatieve dingen te duiden. Van, kijk, toen het eerste vliegtuig was, ja, dat vloog. Mm-hmm. Maar misschien een snel paard kon dat vliegtuig wel bijhouden. Dus mensen zeiden van, ja, wat heb ik eraan? Ik heb toch gewoon een snel paard. Maar uiteindelijk zal een paard nooit de Atlantische Oceaan over kunnen steken. Mm-hmm. En dat is wel wat een vliegtuig kan, dus... En ik denk dat dat met Common Easy en verzekeringen eigenlijk ook zo is. Van, kijk, als we eenmaal dat netwerk hebben, dan mensen en het snappen, dan kunnen we veel meer dingen dan verzekeringen gaan doen. Het is eigenlijk een hele manier van eigenlijk al die financiële dienstverlening, dat met elkaar te doen. Als platform, als common, als gemeenschap. En dat betekent ook dat we dingen kunnen doen die voorheen, die met dit systeem nog niet kunnen. Zoals? Nou, ik ken nog geen verzekeraar die een huisfeestje zou verzekeren. Maar dat zou je met je vrienden juist wel kunnen doen. Dus ik zeg van, als je 30 januari allemaal welkom in mijn appartement. Nou, ik heb vrienden waar ik wel eens van denk en ook gezien heb van, die kunnen echt letterlijk de boel afbreken. Maar als ik zeg van, je kunt allemaal komen, maar je doet mee met Common Easy. Als mijn kamer of mijn appartement afgebroken wordt, dan komt er wel een situatie dat ik mijn nieuwe bank zo verreken. Ja. En dat is natuurlijk het mooie van verzekeren. Uiteindelijk gaat het niet om die zekerheid of om dat je weinig premie betaalt. Maar het gaat erom dat je dingen kan doen die anders niet zou doen. Dus... Maar heb je daar ook niet het gevaar dat als je gelijk weet dat je ook voor... iedere misstap die je maakt, ook een stukje verantwoordelijk moet afleggen tegenover jouw vrienden of in ieder geval jouw kring. Ja. Zou het ook niet voor kunnen zorgen dat je dan daardoor juist eigenlijk minder dingen uitprobeert? Ook verantwoord dingen uitprobeert, omdat je eigenlijk niet wil dat je daar je vrienden mee belast eigenlijk. Ja, ja, dat is ook een veel voorkomende vraag van... ja, is het wel verstandig om eigenlijk toch een soort van die financiële sfeer... Dat naar je persoonlijke vriendensfeer te brengen. Ja, ik vind dat enigszins moeilijk, omdat ik dat natuurlijk voor iedereen verschilt had. En ik denk daarom uiteindelijk dat de Common Easy ook niet voor iedereen geschikt zal zijn. Omdat mensen het gewoon het fijn vinden om dat echt gescheiden te houden. Maar ik zie eigenlijk meer de krachten ervan. Mm-hmm. Ik zie eigenlijk meer de winsten ervan. Dat je dat, als je dat samen doet, dat je samen gewoon echt een besparing kan realiseren. Maar ook dat je die band die al met elkaar hebt, dat je die sterker kan maken. Dus bijvoorbeeld, zeg maar in de Stadstuin waar ik mijn kantoor heb en waar ik met 120 andere ZZP'ers en start-ups zit.
Nou ja, daar hebben we inmiddels een groep van 23 man die meedoen. Kijk, met die mensen die meedoen, daar heb ik gewoon al een hele andere connectie mee. Daar neem je gewoon echt de tijd mee om even te babbelen en hoe gaat het met je? En je groet elkaar en ja, het is moeilijk uit te drukken, maar je voelt wel van, Ja, gewoon verbintenis voor je. ja, je staat voor elkaar garant. En ik denk dat dat in deze tijd juist ook iets is waar mensen eigenlijk heel erg op zoek naar zijn. En als je wat kijkt richting arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, of Ja. verzekering in ieder geval, ja, zekerheden, Ja. daar heb je bijvoorbeeld ook een broodfonds. Ja. Wat is het verschil tussen Communicatie en broodfonds en hoe zou ik bijvoorbeeld eventueel elkaar kunnen versterken? Ja, Waarschijnlijk krijg je het die kan vraag vaker. elkaar, ja, zeker. Het kan elkaar enorm versterken. En er zijn ook zeker verschillen. Ik denk ook dat de verschillen in visie zijn, ook al het heel erg ook heel veel overlap in zijn. Kijk, uiteindelijk zijn het twee initiatieven die zekerheid, solidariteit willen organiseren. Broodfonds, ja, die heeft eigenlijk een oplossing die in 2006 voorhanden was van je gaat het gewoon zelf doen in een kleine vereniging. Nou, Comedy is geen vereniging, wil het eigenlijk ook niet zijn. Wij zien onszelf meer als een tool om die solidariteit die al in jouw netwerk, die je al hebt, aanwezig is, dat te gebruiken. In het voordeel van jou en van je netwerk. Dus eigenlijk een gedeeld belang te organiseren. Dus wij zien onszelf ook meer als een tool die het voor jou iets makkelijker maakt. En het Broodfonds is eigenlijk toch uiteindelijk meer een vereniging met een tweejaarlijkse bijeenkomst en een voorzitter en een penningmeester. Ja, dat zijn allemaal dingen dat voor ons veel te traag gaat. En dat is iets van, ja, daar zit de energie niet. Ja, dus bij een broodfonds heb je meer mensen die elkaar vaak nog niet kennen en bij elkaar komen Ja. en ook redelijk nog offline Ja, georganiseerd. Of in precies. ieder geval redelijk ja, in ieder geval, basic Ja. georganiseerd, in ieder geval als je kijkt qua technologie. Terwijl jullie Ja. filmen zitten op die bestaande netwerken. Ja. En daarnaast ook gewoon veel meer ook gefaciliteerd Ja. middels technologie. Ja. Ja. En kijk uit en daarnaast wat dat is enigszins hoe wij onze rol zien en hoe Broodfonds denk ik zijn rol ziet. Die ziet zijn rol veel meer als een soort mediator die er echt tussen staat. Maar kijk, uiteindelijk is de dienst die wij leveren, het platform en wat je er ook mee kan. En wij hebben die hele cirkelstructuur. Dus jij zit in mijn eerste cirkel. Maar de mensen die hier in dit gebouw zitten, die zitten in jouw eerste cirkel. Maar dat is mijn tweede cirkel. En dat trucje doen we nog een keer, zodat iedereen heeft ook een derde cirkel. Dus je hebt je eigen cirkel met je eigen mensen die jij kent. En zo kunnen we elkaars netwerken delen. Maar dat betekent dus ook dat we met veel meer mensen eigenlijk dat risico kunnen opvangen. Dus zekerheid inbouwen is eigenlijk risico spreiden. En dat kan met Communicatie veel makkelijker en beter op meer schaal dan een broodfonds ooit zou kunnen. Want ja, Broodfonds trekt de grens bij 50 man mogen in zo'n vereniging. Nou, wij zeggen dat is helemaal aan jou, hoeveel mensen in jouw eerste cirkel. En dan heb je ook nog de optie om elkaars cirkels te delen. Dus daarom hebben we ook als slogan de zekerheid van 1000 vrienden. Dus jij hebt 10 man in je eerste cirkel, ik heb 10 man. En iemand anders heeft ook weer 10 man. Dus dat 10 keer 10 keer 10 is 1000. En dan heb je zo'n inkomen bij elkaar. En dat is wel echt ook echt een wezenlijk verschil. Als wij de ledenaantallen van het Broodfonds zouden hebben, ja, dan zouden we al echt zouden al over hele andere. Dan zouden we niet meer alleen bij arbeidsongeschiktheid dingen gaan doen. Dan zouden we het ook na 2 jaar of bedrijfsaansprakelijkheid. Dus, maar ik zou ook heel graag die samenwerking zoeken met het Broodfonds. Alleen, ja. Broodfonds is in die zin gewoon al iets verder dan ons. Ze hebben ze gewoon al geaccepteerd. En wij worden ook vergeleken met een broodfonds. Dat is zeg maar de tweede vraag die mensen ons stellen. Van wat is het verschil met een broodfonds? En hoe reageren bestaande verzekeraars op jullie filosofie en product? Ja, wij worden heel veel benaderd. En het is heel breed. Dus aan de ene kant zien we dat ze heel benieuwd zijn of dit gaat werken. Of dit inderdaad een platform is. Maar
Kijk, aan de andere kant hebben we te maken met innovatiemanagers die ons aanspreken van wat zijn jullie nou eigenlijk aan het doen? Mm-hmm. En we zien het toch helemaal dat er toch wel een soort van kloof is, dat ze niet zich helemaal kunnen inleven wat we nou precies willen en hoe dat nou uitpakt. Mm-hmm. En dat is denk ik uiteindelijk ook gewoon een beetje toch ook wel verschil in die oriëntatie die je als mens hebt. En ervaring die je hebt. En aan de andere kant, ik denk niet dat we nu nog echt als bedreiging worden gezien. Mm-hmm. Ik denk ook niet. Ik denk ook dat die verschillende modellen van zekerheid, solidariteit, organiseren ook gewoon prima naast elkaar kunnen bestaan. Ja. We zien ook dat we door denktanks benaderd worden en dat er gevraagd worden van, kunnen jullie wat van jullie inzichten delen? Maar ja, het is tegenwoordig ook disrupt the disruptors. En grote partijen, zeker in de financiële industrie, die weten nu echt wel dat ze zelf ook echt aan de bak moeten. Mm-hmm. Want anders doen ze over 5 jaar echt niet meer mee. Ja. Zeg maar, het is een interessante weddenschap hoe lang banken nog bestaan. Mm-hmm. En welke. En welke. Ja. En je ziet het nu al. Gewoon banken die gewoon zich meer als platform, als API's aanbieden. Van mm-hmm. Maak zelf maar je dienst. Wij bieden het geldenstallen, het beheren van gelden. Ja. Is gewoon onze core en dat bieden we aan voor iedereen. Ja. Ja. Dus als jij samen met je vrienden een cadeau tool wil hebben om samen toffere cadeaus te kopen voor je vrienden. Dan mm-hmm. moet dat gewoon kunnen. Ja, ja. Ja, dan is ook uiteindelijk ook meer terug moeten gaan naar een kern van jongens, wat is nou onze unieke toegevoegde waarde. En dan bijvoorbeeld een stukje het creëren van vertrouwen, een stukje verificatie. Ja. Maar meer als facilitator dan als leader in een proces. Ja, ik denk inderdaad, dat bank gaat veel meer, denk ik, minder aan de kant zitten van we verkopen jou een product, maar mm-hmm. veel minder van wij hebben een dienst. Ja. En het is super interessant. Ja, nee. Dus, en het gaat ook heel rap. Gewoon. Ja. Ja, ja en nee, want ik denk altijd een beetje vlijtig die ik maak, is heel veel discussie gaan over technologie. Ja. En heel veel deadlines van oké, wanneer gaat het gebeuren, zijn vaak aan de hand van de ontwikkeling van technologie. Maar uiteindelijk is natuurlijk de grootste uitdaging is natuurlijk de adoptie van de mens, van de markt. Wat vaak ongeveer factor misschien 10 langzamer gaat dan wat technologie zou kunnen doen. Ja. En dat goed is, want uiteindelijk... uiteindelijk is het gaat ook niet alleen om technologie, maar het gaat ook om juist ook technologie als oplossing van. En door dingen te gaan doen en te proberen, kom je ook achter vraagstukken die je misschien vooraf niet had kunnen voorspellen. Ja, absoluut. Ja, ik zie techniek ook vooral als een soort van, eigenlijk een spiegel. Het helpt ons ook gewoon een beter beeld te krijgen van wie zijn wij nou als mens en wat willen we nou eigenlijk met het leven en van elkaar. Ja. Zeg maar... Als je ziet hoe Facebook, zeg maar, mijn eerste berichten op Facebook stonden gewoon op de wal van iedereen. En dat waren gewoon hele persoonlijke dingen. Nou, inmiddels gebruik ik Facebook nu 7 jaar of zo. Ja, bijna alles gaat via private messages. Ik doe bijna niks meer echt op mijn wal, zeg maar. Ja. En dat was in het begin wel echt anders. Maar Facebook is ook een beetje dood aan het gaan. Omdat wat heb je nou aan 900 vrienden op Facebook? Mm-hmm. Ja. Gewoon de ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van hoe mensen daarmee omgaan. Inderdaad, ook steeds bewuster worden van, oké, hetgene wat ik nu plaats, dat blijft staan. En dat zien mensen. En, voor jezelf, zet je ermee bezig. Ja. Hoe hou je voor jezelf ook de energie erin? Want ik kan me voorstellen, je bent je verhaal heel veel aan het delen op verschillende plekken. Wat je zegt, het is heel lastig om het ook echt tastbaar te maken voor mensen. Mensen begrijpen het vaak niet. Ja. Enerzijds heb je zelf in je hoofd hoe het moet zijn, eigenlijk het ideaalbeeld. Alleen om het echt werk te krijgen, moet je ook... Ja, dat ook te storen van anderen krijgen. Dus kan voor zijn dat je ook vaak af en toe wat frustratie hebt. Ja, fucking hell, waarom snap je hier wat ik zeg? Dus op wat voor manier zorg je ervoor gewoon voor jezelf als persoon dat jij in ieder geval niet gewoon stronzuigreinig en gillend gek wordt, maar dat je ook je eigen energie erin houdt? Ja, dat is zeker een uitdaging. En dat maakt denk ik ook dat het ene persoon het niet lukt en niet kan en de andere wel. En wat ik zelf heel mooi vind is aan dit proces,
Dat het me continu dwingt van, ja, is het eigenlijk wel de moeite waard waar ik zoveel tijd en energie in stop en waar ik nu nog tot nu toe eigenlijk nog niks aan verdiend heb. Is dat wel de moeite waard? Als ik mijn jaargenoot van de economie zie, waar die allemaal werken en wat die allemaal met hun tijd aan het doen zijn. Die hebben gewoon een heel ander leven dan ik dat heb. Ja. En dus dat is zeker wel een kunst. En ik vind het zelf heel, heel waardevol dat die reflectie die je continu hebt. Maar gaat het er niet meer om dat uiteindelijk, hè, cliché is de hel, maar dat de reis het meest interessant is dan de bestemming? Ik ben er bij de bestemming ben ik nog niet, maar, ja, okay, maar een van de eerste afspraken die ik had om een ontdekkingsreis van, ja, wat ga ik nou eigenlijk neerzetten? Wat moet het worden en wat gaat werken? Dus dat ik bijvoorbeeld met Arjen Kamphuis, een hacktivist. Dus hij houdt zich heel erg bezig met privacy. Hoe kan je privacy beschermen van jezelf? En met name voor activisten. En heel erg op de hoek van de surveillance state. Ja, en ik had met hem afgesproken op de Hackspace in Arnhem. En dat was op een verlaten militaire basis in Arnhem. En die Hackspace die had had een van die barakken, hadden zij in bruikleen, of hoe noem je dat, de anti-kraak gekregen. Ja, ik was als economist nooit in een hackspace geweest. En dan kom je in één keer in zo'n wereldje terecht. Waar mensen gewoon alles uit elkaar halen wat ze gebruiken. Opnieuw in elkaar zetten. En gewoon een beetje die insider informatie. Dat zijn wel echt de kersen op de taart, zeg maar. Van, gewoon je komt gewoon andere mensen tegen die ook zo'n weg aan het bewandelen zijn. Zoals ik nu met jou dit interview heb van... Ja, ik vind dat gewoon echt prachtig dat ik gewoon die belevingswereld van andere mensen leer begrijpen. En ik zei dat heel lang tegen mezelf, van, ja, dat is eigenlijk gewoon mijn salaris, zeg maar. De mensen die ik leer kennen op dit pad, die met hun lessen bezig zijn en dat je dat deelt, daar krijg ik wel echt heel veel energie van. Ja. Herkenbaar, ik kan ook met de expeditie... Ja. 300 interviews in 13 landen gedaan en niet van het geld, maar juist van uiteindelijk iedereen draagt weer een stukje bij in de puzzel in je hoofd. Ja. Nou is dat het ook heel vaak de puzzel nog onduidelijker wordt of groter wordt. Ja. Het is niet echt van jongens, hij komt af. Dat idee heb ik in ieder geval niet hier bij mij. Ja, dat is ook wel iets waar zeg maar deze gemeenschap ook wel met deeleconomie, de commons. Mee bezig is van de discussies die af en toe worden gevoerd, denk ik ook wel van, ik weet eigenlijk niet zeker of dit wel zo nuttig is om erbij te zijn, maar maar ik krijg heel vaak dat inderdaad om redelijke visionaire vergezichten gaat, maar niet van oké, maar jongens, wat moeten we nu doen? Ja, wat is de kleinste stap die we nu moeten doen, hoe gaan die we ons met nu verder maken? Brengen? Ja, heb je nog niet dat is echt een kunst ook. Heb je ook niet het gevaar dat je, en zorg ervoor dat je niet te veel in een eigen bubbel terechtkomt? Ik kan me voorstellen dat je best veel mensen hebt die om je heen ook jou helpen, die heel erg geloven in jouw filosofie. Ja, zeker. Maar dat is zeker een gevaar. Ja. Maar dat geldt voor iedereen. Ook als je naar dat hele Hillary Trump debacle kijkt. Ja, dat er gewoon mensen echt in tranen zijn dat Hillary niet president is geworden. Weet je, dat mensen dat gewoon niet kunnen bevatten, dat ze dat niet aan zagen komen. En dat zijn dan journalisten die eigenlijk als taak hebben om waarheidsbevinding, bubbels te doorbreken. Ja, maar en, hoe doe jij dat? Hoe zorg jij ervoor dat je niet in je eigen bubbel blijft hangen? Nou, dat ik denk door... continu dat gesprek op te zoeken en eigenlijk ook die discussie op gang te brengen. Dus dat is wat ik eigenlijk ook met die feedback sessies deed, van ik probeerde een discussie op gang te brengen. En ik geloof zelf ook wel in het conflict eigenlijk, van het is prima om te verschillen van meningen en het niet met elkaar eens te zijn, wat je ook dwingt om uiteindelijk tot oplossingen te komen. En natuurlijk, die mensen die met jou dat gesprek aan willen, die zitten natuurlijk ook al in een bepaalde state of mind. Dat is inderdaad moeilijk. Maar ik probeer eigenlijk altijd mijn eigen ideeën gewoon onderuit te halen. Gewoon als een soort van hypothese. En, maar dat,
dat vermogen wat je zelf hebt is natuurlijk ook beperkt. Mm-hmm. En dat uiteindelijk kan je het op meerdere manieren doen. Je kan meerdere gesprekken voeren, je kan data opzoeken, je kan kijken hoe, of er al onderzoeken bekend zijn van andere partijen. Ja. Maar ik moet zeggen dat ik het zelf wel een uitdaging vind ook, want ja, ik zit op kantoor met Stichting Ons Geld, met het burgerinitiatief, met, die met geldcreatie bezig is. Redelijk activistisch ingestoken ja, mensen. Ja, precies. Andere mensen op ons kantoor zijn Studio Firebrush. Nou, die zijn een bankenspel aan het maken om mensen te leren hoe werken banken. Mm-hmm. Maar ik denk dat het grootste gevaar ervan is dat, het bewustzijn van noodzaak om tot verandering te komen, mm-hmm. dat verschilt zo enorm per persoon. Ja. Ik denk, daarin zit je wel zeker in een bubbel. Ja. Ja, ik denk, kijk, enerzijds geeft je energie, omdat je ook een stukje minder bent en ook elkaar daarin energie geeft. Ja. De enige uitdaging is om ervoor te zorgen dat je niet te veel die hoek in knalt en je ook even opzet. Ja. Dat, nou, ik denk uiteindelijk dat gewoon het gesprek, gewoon gesprekken voeren met mensen en moeite doen om andere mensen te vinden. Mm-hmm. Dus wij zelf hebben dan bijvoorbeeld een bijeenkomst Ons Systeem. En dat is elke derde donderdag van de maand. En daar nodig eigenlijk iemand uit die met zijn voeten in de klei staat. Dus we hadden iemand van Zwarte Piet Racisme uitgenodigd. En niet zozeer om zijn standpunt te verdedigen, maar mm-hmm. vertel over dat proces. En gewoon die gesprekken die op gang komen, ja, daar leer je gewoon heel van. En daar ook gewoon de tijd voor nemen. Ja, ja. Hey, en als je kijkt naar Common Easy, waar staan jullie nu? Het platform, de basisfunctionaliteit is er. Dat is ook getest doordat we al 6 jaar lang eigenlijk die gadgets, die smartphones doen met onze vrienden en mm-hmm. daaromheen. En nu zijn we met die arbeidsongeschiktheid bezig. We zijn, waar ik zelf heel trots op ben, we zijn partner van 2 ZZP-corporaties. Dat is ook een model wat ik echt denk dat heeft echt zin in de toekomst. Dus we zijn nu heel erg aan het leren, hoe gaan we met die partners om? Hoe brengen we hun leden eigenlijk aan boord bij Common Easy? Zodat mm-hmm. zij als community ook dat samen gaan doen. Ja. En we zijn eigenlijk heel erg bezig op van, hoe leggen we dit model nou in Jip en Janneke taal uit aan mensen dat, dat ze het gaan gebruiken. Ja. En dat zij eigenlijk empowered zijn om hun netwerk aan boord te krijgen. Ja, ja. Maar eigenlijk wat je zegt bij die 2 coöperaties is van oké, hoe ze bij Common Easy kunnen krijgen. Terwijl eigenlijk als je kijkt meer vanuit de platformgedachte kijkt, is van oké, hoe wij die coöperatie kunnen faciliteren met onze Common Easy tool. Ja. Ja, daar zijn we inderdaad heel erg op zoek naar. En wat we ook als feedback terugkrijgen is dat, dat mensen, omdat ze het model nog niet helemaal in de vingers hebben, en mm-hmm. omdat je het natuurlijk zelf doet, dus je moet het eigenlijk ook wel begrijpen, dat als ze dan aan iemand anders vertellen van doe je mee met Common Easy, dat ze dan eigenlijk na 4, 5 vragen het antwoord niet weten. En dan eigenlijk vastlopen en dat die mensen dan eigenlijk afhaken. Ja. Dus je moet ook echt wat tools geven die het helpt met uitleggen. Ja, maar ik denk dat het deels tools is, maar deels ook vooral gewoon content. We zien nu dat mensen die ons een half jaar geleden hebben leren kennen, mm-hmm. nu overstag gaan en super enthousiast zijn. En dat is denk ik toch omdat ons verhaal zich ook nog steeds ontwikkelt en dat het tastbaarder wordt. Dus een aantal interviews, een testimonial werkt echt super. Mm-hmm. En ik denk ook in een bepaalde mate, kijk, mensen willen het eigenlijk rationeel die keus maken, maar eigenlijk doen het vaak toch op gevoel. Mm-hmm. En dat heeft gewoon tijd nodig en dat heeft, dat zit in hele kleine dingen. Ja. Zo maar in één keer, ik vertel je, jij moet echt op Common Easy komen. En jij denkt van, je met zijn gekke ideeën. En als dan in één keer de buurman hier op kantoor op LinkedIn zegt van, hey, ik heb mijn account op Common Easy gemaakt, mm-hmm, dan krijg je in één keer een hele andere lading erbij dan, dan ik met een vuur betoog om mijn pitch en mijn verhaal zat te doen. Ja, ik kan me ook voorstellen dat dat ook misschien wel idee is om te kijken hoe je het bijvoorbeeld kunt samenwerken met deelplatformen. Mm-hmm. Want die ook natuurlijk vaak de uitdaging hebben is inderdaad dat enerzijds de
transmedieverzekeraars er niet zo heel veel mee willen. Of dat het gewoon te veel gedoe is. Ja. En kijk natuurlijk met autodelen en zo. Ja, dan is natuurlijk gewoon de benefit groot genoeg voor bestaande partijen om in te springen. Maar juist die kleinere dingen is daar natuurlijk een uitdaging in. Ja, kijk, voor ons is natuurlijk, wij zijn natuurlijk heel erg op zoek naar user cases en scenario's en dat aan anderen te kunnen vertellen. Ja. En ik denk ook dat ik daar zie ik gewoon de meerwaarde in, ook om juist die samenwerking te zoeken. We komen er, je kan het ook niet alleen of zo, zeg maar. Je hebt elkaar ook echt nodig om die verandering. Kijk, Common Easy is uiteindelijk ook maar een heel klein onderdeel van die nieuwe wereld waar we in willen wonen met z'n allen. Mm-hmm. En de uitdagingen zijn enorm. En wat ik net ook al een beetje zei van, ja, er is gewoon heel veel werk te doen, maar er zijn eigenlijk maar steeds minder banen eigenlijk. Mm-hmm. En dat vraagt ook weer op hele nieuwe manieren met elkaar omgaan en organiseren en het verdelen van de opbrengsten ervan. Ja. Want dat blijft denk ik de uitdaging. Kijk, jij bent behoorlijk ruimdenkend en maak je druk en maak je zorgen over dingen die gebeuren. Ja. Ik kan me voorstellen dat het ook wat lastig is om daarmee ook concreet te blijven qua oplossing. Ja. Als je kijkt van daaruit, het is nu januari 2017. Ja. Stel, we spreken elkaar over een jaar. Ja. Wat moet er gebeurd zijn om jou echt gewoon blij en trots te maken? Wat moet er echt concreet gebeurd zijn met Common Easy? Wil jij zeggen, nou, met 2017, vette shit. Dat is echt gewoon een heel tof jaar. Ik merk ook dat ik de hele tijd mijn doelen opschuif natuurlijk. Maar wat ik zelf... dat mensen het echt als een volwassen alternatief zien naast de reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, naast het broodfonds. Ja. En dat we het vertrouwen hebben gewonnen van mensen dat dit echt een model is waar we nog veel meer mee kunnen. Mm-hmm. En dat mensen het ook echt gaan gebruiken. Ja. En dat ik ook echt zie dat... Dat wij ons werk zo goed hebben gedaan dat mensen echt empowered zijn om eigenlijk het hele proces zelfstandig te doen. Dus dat ze maken een account, ze doen mee en ze zijn in staat om zelf een netwerk aan boord te krijgen. Ja, dus eigenlijk wat je zegt is enerzijds wil je gewoon een paar goede use cases hebben. Ja. En vervolgens eigenlijk het systeem, ook de communicatie zo doorontwikkeld, dat het meer vanzelfsprekend wordt. Ja. En mensen het ook van zichzelf gaan gebruiken, zonder dat daar direct 10 afspraken vooraf moeten om te uitleggen wat het is. Even heel plat geslagen. Ja. Ja. En dat zien we nu al, dat dat enigszins gebeurt. Mm-hmm. Maar daar zit bijvoorbeeld bij wijze van spreken, in die verschillende stappen zit bij wijze van spreken een half jaar. Ja. En... ik zou graag willen bereiken dat mensen leren communicatie kennen. En dat dan in één keer gewoon die knop omgaat van... hey shit, we kunnen dit gewoon zelf. Mm-hmm. En dit is gewoon leuk om met elkaar te doen. En dat ze gewoon echt het gevoel hebben van... oh, eigenlijk superloos dat we het zo met elkaar doen. Mm-hmm. En dat dan ook vervolgens weer een soort van springplank is... om nog meer op die manier met elkaar te gaan doen. Ja. En... ja, ik denk dat ook gaat lukken dit jaar. Ja, nou, tof. Ja. Het is nu intussen, zijn we voor mij al 3 kwartier ongeveer bezig. En voor mij kunnen we nog een paar keer 3 kwartier tot 4 uur 's nachts door blijven gaan. Op een gegeven moment is de accu gewoon niet leeg van die camera. Dus, hey, dankjewel voor, tof even hier zo even op camera te hebben gesproken. Ja. We hebben het al eerder een paar keer ontmoet. Dat zal nog wel blijven gebeuren. Laten we even contact houden inderdaad. En laten we inderdaad, trouwens ook een mooie kregen dat ze van jou met kerst een mooie baksteen. Ja. En uiteindelijk, de meeste mensen denken eigenlijk baksteen, maar jongens, die gooien door een ruit. Ja, uiteindelijk slopen. Baksteen is natuurlijk vooral ook om te bouwen. Het is een bouwsteen. Wel een heel mooi gebaar. Ja. Dus laten we ons
Ja, laten we contact houden. Laten we inderdaad over een half jaar, een jaar gewoon nog een keer zitten met camera erbij. En Ja. gaan kijken waar zijn we nu, wat Ja, hebben we dat lijkt me geleerd. mooi. En gewoon daarop op verder Ja, gaan. ik zal mijn best doen om doelen te halen ook. Ja, dat is Dat ik een mooi gesprek heb met jou volgend jaar. is rijden. Ja, Hey, thanks. dankjewel. Dankjewel.